zelf een bouillonnetje maken. Ask 10 Jews what they think is the most Jewish dish, and 9 will answer gefilte fish. But don't ask them how you make it. Most of them don't even know what's in it. Weet u wat voor vis dit is? Ja, dat weet ik. The kosher dilemma is, what on earth is gefilte fish? There are many stories told about gefilte fish. It was originally eaten by Eastern European Jews, made from freshwater fish, and before everything, it was a poor man's dish, eaten as starter on Shabbat. But today, most Jews buy it ready-made, and that doesn't look like a stuffed fish, but rather like some sort of sausage. Ik eet gefilte vis het liefst met dit spulletje. Grijn noemen Oost-Europese Joden het. Het is mirixwortel met rode biet. Beetje scherp en zoet, net zoals de gefilte vis. Heerlijk. Maar hoeveel ik ook van koken hou, gefilte vis heb ik nog nooit gemaakt. Ik denk zelfs dat dit het enige kant-en-klare product is dat ooit hier deze keuken in komt. Kijk, en als je hier op het etiket gaat kijken, nou ja, van achter naar voren, zout, peper, suiker, eieren, matzemeel. Maar dan, het hoofdingrediënt. Vis. Ja, nogal wie dus. Maar welke vis? And after I've solved that question, I would also like to know how you make a filter fish yourself. Goeiedag. Goedendag. Gefilte fish. Gefilte fish. Hoe doe je dat? En wilt u dat vers, / diepvries of potjes? De lekkerste. De lekkerste. Vers gemaakt in Antwerpen. Ik heb nog deze, die je zelf moet afkoken. En ik heb nog eventueel in potjes. En dit komt uit Antwerpen, dit? Antwerpen. En deze ook uit Antwerpen. Van dezelfde fabrikant? Dezelfde fabrikant. Er staat geen prijs op? Nee, ik ga het even voor je wegen. Deze komt op 14,74. 14,74 voor zo'n stukje gefilte vis. Wat zit erin? Kaviaar? Nee, dat zou niet kosher zijn. Ja, witvis, hè? Karper, zoetwatervis. Met een kiloprijs van 27,50, zie ja, ik. Ja, klopt. Dat is niet voor niets. Nee, nee, nee. Wat kost een biefstuk hier? Iets van 25, 26. Dit is duurder dan het duurste vlees die jullie verkopen. Ja, en mensen betalen het ervoor. Met liefde, het schijnt erg lekker te zijn. Ja, ja, dit gaat als zoete broodjes bij jullie over de toon. Letterlijk, ja. I know fish can be pricey, but this is outrageous. Why is gefilte fish so expensive? And which type of fish is responsible for that? Is it a freshwater fish, as assumed in the kosher shop? To find out, I have to go to Antwerp, where this gefilte fish is produced. As soon as you leave Antwerp Central Station, you see them. Traditionally dressed Orthodox Jews, who originate from Eastern Europe. The Jews of Antwerp are world famous for their diamond business, but also for their gefilte fish. Goeiedag. Dit is gefilte fish. Ja. Die heb ik in Amsterdam gekocht en die schijnt hier vandaan te komen. Klopt dat? Wij zijn de specialisten van de gefilte vis in Antwerpen. De specialisten? Ja. Waar ik probeer achter te komen is welke vis u nou in die gefilte vis stopt. Mooie meid. Pardon? Mooie meid. Mooie meid. Een mooie vrouw stopt u hierin. De vis wordt genoemd mooie meid. Want waarom wordt dat genoemd mooie meid? Want het is heet een zachte, witte vis. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Heeft u hier zo'n vis? Toevallig heb ik zo eentje in de keuken staan. Een hele vis, een mooie meid. En dan ga ik je vertellen wat allemaal wordt gebeurd tot het wordt gefilte vis. Hier heb je de mooie meid, hè? Dit is nou de mooie meid. Kijk, de vis die hierin zit. De vis doet niet anders dan die lacht. Een vis met een smaak, kijk, dus de oogjes. Het wordt verleerd en dan wordt het een hakmalen gezet. En dat wordt goed gehakt. En dan moet je dat weten. Moet het in een klopmengelaar komen. Wat
zegt u? In een klopmengela. In een mengela. Dan zetten we de eieren binnen. Twee lepeltjes suiker. En een klein lepeltje peper. Vier lepeltjes matzemeel. En daarbij begin je dan in de mengela te kloppen. Dan wordt het gerold. En dan krijg je dan een worstje. Ik heb het gelezen dat dit er allemaal in zit. Maar waarom schrijft u niet erop dat er mooie meid in zit? Iedereen weet. Elke Joodse meneer weet en elke Joodse vrouw. Ziet u, dat komt op de... In Nederland weet bijna niemand meer hoe je gefilte vis maakt. En we halen dat allemaal hier vandaan, uit Antwerpen. Ja. Dit is het eindproduct. Ja. Wat kost dat nou? Het kiloprijs is gekookt 25 euro. 25 euro? Ja. En dat is puur de kiloprijs van deze mooie meid? Nee. Maar ze zijn dure producten, wist ze geen goede koopproduct. U noemt een mooie meid, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Volgens mij is daar ook een Nederlandse naam voor. Vindt u het goed als ik die vis meeneem? Je mag ze meenemen, geen enkel probleem. Oh ja. Nou, dank u wel. Geef ik u zo een hand. Tot ziens. Dank je. Oké, so it's quite an expensive fish, this so-called beautiful girl. But I still don't know which fish it really is. I hope the fishmongers at the Antwerp market speak some decent Dutch and can help me to unravel this mystery of the gefilte fish. Goedendag. Goedendag. Hebben jullie ook viskraampjes hier? Ja hoor, we hebben grote viskramen. Hiernaast is een heel mooi viskraam. Goeiedag. Dag. Ik heb een visje meegenomen. Weet u wat voor vis dit is? Ja, dat weet ik. U weet het niet? Ik weet het niet, nee. Nee, dat is een mooie meid. Ja, dat wist ik nou net. Ja. Mooie meid, is daar... Ik kom uit Nederland? Ja, we noemen ze dat Heek. 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 Dit is Heek. Ja. Waar ligt die? Ah, that sounds more familiar. That's not a freshwater fish. Heek lives in the sea. There goes Jewish tradition. Wat kost dat nou, zo'n heek? Zo'n heek die kost... nu is er een beetje storm geweest, kost die 11,25 per kilo. 11,25 per kilo? Per kilo, nu. Want nu is het aan het stormen, al 10 dagen, dus dan is dat iets duurder. Normale prijs is 7, 8 euro per kilo. Is dat nou een dure vis? Nee, eigenlijk is het goedkope vis. Ja, 7, 8 euro normale prijs. Dat is eigenlijk niet veel. Relatief kabeljauw is een goedkope vis. Ja, ja. Er zijn vele vissoorten die veel duurder zijn. Zoals? Kabeljauw is duurder. Ja. Dus eigenlijk is dit een goedkope oplossing om een gerecht te gebruiken waar kabeljauw in gaat. Ja. Wait a minute. This expensive gefilte fish is made with cheap saltwater fish. I get a sneaky feeling that they are fooling us with those frozen sausages. This surely can't be the poor man's dish that made it big in the Jewish kitchen. Apparently, Antwerp isn't the place to be for the real gefilte fish. Back home in Amsterdam, I consult someone who should know more. Ja, goeiedag meneer Van Dam. Ik sta voor uw deur. Ja, dank u wel. Or who at least should be able to give me an authentic recipe. I place all my hopes in food critic Johannes Van Dam. He has already done some research for me. Welkom. Nu eet ik zelf graag gefilte vis, je kent het gerecht, alleen ik koop het altijd in de winkel. En ja, ik eigenlijk ontdekt dat ik er heel weinig van af weet. Dus ik hoopte dat u me er wat meer over kon vertellen. Ja, ik eet het ook nog niet zo lang. Wij aten thuis helemaal niet traditioneel Joods. En bij een vriend die beeldend kunstenaar is, maar in een vorig leven kok, die heb ik voor het eerst gefilte vis echt op de ouderwetse manier een vis helemaal leeg gemaakt. En gevuld opnieuw, zodat hij weer de vorm en het uiterlijk van een vis had. Dat was Eli content, echt fantastisch. En het was dan ook meteen de lekkerste die ik ooit heb gegeten. Want zulke lekkere gefilte vis is er bij mij nooit meer op tafel gekomen. Nou, dan ben ik benieuwd wat u vindt van de gefilte vis die ik altijd koop in de kosere delicatessenwinkel. Ik heb hem meegenomen. Wilt u een stukje proeven? Ik ken deze wel, maar ik zal het toch maar even doen. Oh. Nou, er zijn mensen die het lekker vinden, maar
Het is wat je noemt een acquired taste. We zullen eens even kijken of de poes het lekker vindt. Hier, poes, probeer maar. Nou, de poes... Het ruikt eraan, maar eet het niet. De poes eet het niet? Nee, de poes eet het niet. En dat is geen goed teken? Niet echt. Nee. Heeft u nou ook een kookboek, liefst een heel oud kookboek... met daarin een recept voor gefilte vis? Nou, ik heb er een heleboel hier... Dit is bijvoorbeeld Saartje Vos. Maar ze worden niet altijd gefilte vis genoemd. Ja, gestoofde karper en gekookte snoek en dergelijke. Maar het recept waar we het over hebben is gestoofde snoek. En dat is, als je het gaat lezen, dan blijkt dat gefilte vis te zijn. Maar zo werd het helemaal niet genoemd. Maar dus karper, snoek, dat zijn de twee die traditioneel werden gebruikt. Er zit ook een rituele bedoeling achter. Een van de zaken is dat je op de Sabbat geen dingen mag scheiden. He, zoals het in het Hebreeuws borer, dat is niet toegestaan. Je mag dus niet het visvlees van de graat scheiden. Dus wil je vis eten op de Sabbat, dan moet je dat van tevoren doen. Moet je van tevoren de graten eruit halen en dan zit je dus met een massa waar je iets mee moet gaan doen. Dus dat is volgens velen, maar de jury is ook hier nog niet van terug, is dat de reden waarom Joden überhaupt gefilte vis eten en zeker op de Sabbat. Geen... Maken ze het niet zelf? Omdat het toch een rotklusje is. Ja, ik zou het wel eens willen zien. Zou het voor mij kunnen maken? Nu? Nou, nee. Maar ik zou zeggen, probeer het eens bij Elie Content. De kunstschilder waar u de kunstschilder die dus een perfecte, maar die ook een professionele kok is. So it's freshwater fish after all. Simmered pike or cooked carp, as it's called in the oldest cookbooks of Johannes van Dam. I found no evidence that gefilte fish used to be a poor man's dish. But how do you make it? My last hope is a painter from Amsterdam. Goeiedag, Igo Krant van de Koosere Hamvraag. U bent Elie Content. Ja. Ik heb me laten vertellen dat u als geen ander in Nederland weet hoe je nog authentieke gefilte vis maakt. Ze zeggen het. Ja? Ja. Ik zou het erg graag willen leren. Nou, ik heb het nog nooit gemaakt. Nou, kom binnen. Kent u deze gefilte vis? Nou, dit is geen gefilte vis. Dat is een soort vispartee of zo. Het is een Oost-Europees gerecht en het wordt gemaakt van karper. Kijk, dit is die karper. Zo. Beetje slijmerig. Beetje slijmerig, kom. Making gefilte fish is indeed hard work. And not the most sophisticated work. Maar waarom zijn om achter de echte smaak van de gefilte Ik heb wel als kok gewerkt. Ik heb in Israël in Tel Aviv in Hilton Hotel gewerkt, onder andere. Uh-huh. En daar heeft u de kunst van het gefilte vis maken geleerd? Ja, onder andere. Vroeger deden mensen dat thuis natuurlijk. Maar waarom nu niet meer? Ja, omdat het vies werk is. Kijk, als ik filets ervan kon maken, dan kon ik het makkelijk van die huid aftrekken. Maar ik wil die huid in zijn geheel mooi houden. Weet. Zodat u een gevulde vis kan maken? Ja, kijk hier wel. Hier heb je een hele vis. En dat wordt het omhulsel voor de gefilte vis? Ja. Maar wat andere Joden hebben met dat ze het allemaal te veel werk vinden en vies werk vinden, dat heeft u niet? Ik vind het wel leuk. Ik hou wel van dat doen. Mag ik ook proberen zo'n stukje er vanaf te snijden? Ik wil wel even kijken of ik het ook een beetje kan. Ik heb mijn handen net gewassen. Nee, dat maakt niks uit. Moet het één kant opsnijden? Ik zou maar één kant opsnijden. Nee, zeker niet in je handen. En niet door het vel. Dat is eigenlijk zijn de twee basisregels. De hele grove keuken, hè, Joodse keuken. The flesh of the carp goes into the food processor, together with some onions, parsley, an egg, some ginger, and a pinch of salt. After an hour of cutting and grinding, the fish filling is returned to its own skin. Alsjeblieft. Ja, geef hem maar, trek er maar een meter of wat uit. And when gefilled, the fish will swim in a broth, made from its own fish head, tail, and other leftovers.
when after 2 hours the oven is opened, the moment for me has come. Hier go, dit is de gefilte vis. Dit is hem nou, de Eli Content gefilte vis. Ik ben benieuwd, heeft... Kijk. En dit eet ik gewoon met het vel erbij. Ja, ja. Je hebt geen grijnen nog. Dus zo smaakt gefilte vis. Ja, maar we kunnen ook die andere naast leggen om te proeven. Dit is inderdaad, het is veel minder zoet. En ja, het is niet wat ik... Gewend ben. Gewend ben, inderdaad. Dit is niet mijn gefilte vis. We pakken die er even bij. The kosher dilemma solved the mystery of the gefilte fish. The ready-made version is made with hake. True gefilte fish is still made with carb. Wat een zoete hap als je het daarnaast eet, zeg. You have to roll up your sleeves. The result is a Jewish dish we can be rightly proud of. Dit was de eerste keer dat ik dus echt gefilte vis had. Lekker, meneer Content. Ja? Ja. Wil je mee naar huis nemen? Dolgraag. Nou, dan pak ik hem in en dan klaar.